Het is morgen op agenda waarbij de voordrachten gedaan kunnen worden. En zoals ik begreep vanuit de fractie van de NDP, dat zij dat zullen doen morgen tijdens de vergadering. Ja, maar er zijn regels voor ook de voordrachten. Het moet door een paar instanties ook goedgekeurd worden. Ja, dus op voordracht van het parlement. Dus morgen zal het beginnen hier en vervolgens zal het een traject beschrijven, zoals de wet dat voorschreef. Maar dat van het constitutioneel hof, het was een groot vraagstuk ook daarbij de amnestiewet. Wat verwacht u van de mensen die voorgedragen worden? Kijk, het is niet goed om wat besproken wordt in de wandelgangen, dat zo te bespreken. Maar feit is dat er bezorgdheid van de samenleving, dat dat terecht is, waarbij we zien dat men alles in het werk probeert te stellen om rechtspraak dat gedaan is, een vonnis wat er is, om dat ter discussie te stellen en vermoedelijk op het bord van het constitutionele hof te leggen. Maar dan nog is het zo dat het al een uitspraak is. Vermoedelijk wil men een hoger beroep daarvan gaan beïnvloeden. Denkt u dat het effect kan hebben op het 8 december strafproces en waar het nu staat? Nou, ik denk dat op zich het geen, als ook het constitutioneel hof naar waarheidsgetrouw zal werken en haar werk naar eer en geweten zal doen, dan zou dat geen invloed moeten hebben. Maar wanneer men andere zaken beoogt, dat het beïnvloed zal worden. Maar op de lange run moet ik die samenleving zeggen dat deze dingen niet gewerkt hebben. Het is niet alleen in Suriname, maar ook internationaal zo. Je kan iets vandaag uitstellen, maar over 5 jaar, over 10 jaar, als je geen structureel oplossing hebt gebracht ervoor, of tenminste de waarheid wordt veragzaamd, dat het wederom op het bord zal komen van die samenleving. In hoeverre kunnen we rekenen op de onafhankelijkheid van de mensen die worden voorgedragen? Ik wil niet vooruitlopen. Laten we morgen kijken wat er gebeurt. Het hoeft niet zo te zijn dat morgen al het besluit wordt genomen, alhoewel ik te kijken naar de wijze hoe men te werk wil gaan. Dat men zal trachten om het morgen al te doen. Maar het hoeft niet zo te zijn dat het morgen al afgerond wordt.